Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Posma, Bouwgroep Dijkstra Drijsma, De Hypotheker en Makelaardij Hoekstra. Welkom bij Wonen in Friesland. Je zou niet zeggen dat deze wijk maar op een paar minuten fietsafstand ligt van Bolsward. Het is zo mooi weids en groen opgezet. En dit is de nieuwe wijk Hartwerdervaart aan de rondweg van Bolsward. En ondanks de economisch slechte tijd is deze wijk zeer gewild onder kopers. Laten we maar eens gaan kijken waarom dat zo is. Ja, het plan bestaat uit 125 woningen. Het is door de gemeente Bolsward toen de tijd, dat is nu gemeente Zuidwest-Friesland, een prijsvraag uitgeschreven onder 4 ontwikkelaars, waaronder bouwgroep Dijkstra-Drijsma. En ze kregen vanuit de gemeente een soort programma van eisen mee waar het plan aan moest voldoen. Het moesten minimaal 125 woningen zijn. Het moest een breed aanbod van woningen zijn, dus voor elk segment van de markt. En daar moest je een plan gaan maken van hoe ging je het gebied invullen. Het was ongeveer 5,5 hectare. Alleen een stukje weiland. En dan moet je bekomen met de visie van hoe wil je de woning hebben staan, waar staan ze, hoe groot wordt het, wat levert dat op natuurlijk, ook belangrijk voor de gemeente. En zo hebben alle vier partijen een planpresentatie gehouden en antwoord gegeven op al die vragen die de gemeente stelde. Het waren aardig wat vragen, daar is ook een heel planpresentatieboekje bij. En daarin heeft de gemeente Bolsward gekozen voor het plan van de bouwgroep Dijkstra-Drijsma als beste plan. En daarin hebben we in 2006 het verder uitgewerkt. In 2007 hebben we de ondertekening gehad tussen ons en de gemeente, waarin de exploitatieovereenkomst werd ondertekend. En daarna is het plan verder ontwikkeld. En vorig jaar juni is de eerste paal de grond ingegaan van het plan. En inmiddels zijn bijna 80 woningen klaar. Dus het gaat hartstikke mooi wat dat betreft. We hadden qua beleiding en qua stedenbouwkundige opzet een heel sterk concept dat de bestaande sloten die in het plan waren opnieuw weer gebruikt werden. Maar ook de zichtlijnen richting de kerk en richting de binnenstad waren belangrijk. En ook de uitstraling van de woningen had toch een bepaalde uitstraling waarbij de gemeente zei, ja, hier geloven we in. En dat heeft zich ook bewezen uiteindelijk. En daarnaast ook de type woningen van alles wat, dat was wel iets wat ze heel belangrijk vonden en waarin we ook goede aandacht hadden. En daarbij kwam ook de ontsluiting van hoe kom je het plan binnen, hoe kom je het plan uit, hoe kijk je naar verkeersveiligheid. Al die zaken waren goed uitgewerkt en daarna speelde natuurlijk ook de prijs een rol. Nou zijn er al een heleboel woningen verkocht, wat op zich best wel bijzonder is, want de economische tijd hebben jullie natuurlijk niet mee. Kun je dat verklaren waarom er toch zoveel belangstelling voor is? Ja, dat heeft vooral te maken door de locatie van het woningbouwproject. Je ziet hier vlak aan de rondweg richting Sneek, Amsterdam, richting Leeuwarden, richting Workum, welk kant je ook op wil. Dus Bolsward ligt heel centraal. En Bolsward is een stad, heeft daarbij ook alle voorzieningen van een stad. Maar heeft toch nog iets het gevoel van het is toch nog wel niet te groot, dat het massaal is. Er wonen bijna 10.000 inwoners. We hopen ook met dit plan dat hiermee de 10.000 inwoners zich gaat vestigen in Bolsward. Dat zou heel leuk zijn. Maar het is wel een plan wat zich onderscheidt qua locatie, qua afstand ten opzichte van andere plekken, maar ook qua voorzieningen. Je ziet hier vlak bij het centrum en je hebt toch uitzicht over de weilanden. Dus qua locatie is het een hele mooie locatie. De gemeente Bolsward heeft ook een hoge ambitie qua duurzaamheid. Had ook van tevoren omschreven wat dat zou inhouden. Onder andere bijvoorbeeld een waterton bij elke woning om het water op te vangen. Hoge RC-waarden. En we hebben dat ook vertaald in de woningen. Daardoor hebben de woningen ook een lage EPC-waarde. Dat geeft iets aan over de duurzaamheid van de woningen. En dat zie je ook in de woningen weer terugkomen. Daarnaast zijn er nog een aantal extra maatregelen die waar je voor kunt kiezen. Bijvoorbeeld zonnecollectoren of andere zaken. En de gemeente Bolsward geeft er ook subsidie op. Als je daarvoor kiest, dan betaalt de gemeente daaraan mee, aan die maatregelen. Nou, nu sta je voor een prachtige rietgedekte woning.
Kun je daar nog wat specificaties over vertellen? Ja, deze rietgedekte woning die wordt gekenmerkt door heel veel ruimte, zowel begaande grond als eerste verdieping, als tweede verdieping. Het is zelfs zo dat die tweede verdieping, de zolder, zo groot is dat er nog wel een verdieping tussen kan worden gemaakt, omdat er een ruimte is van 4 meter hoogte. En de mensen hebben zelf de vrijheid om hun eigen indeling van plattegrond te maken. Dus we hebben een basisopzet van de gang en de trap. En al het andere is helemaal vrij qua indeling. Waar men slaapkamers wil hebben, waar men een badkamer wil hebben, hoe men de keuken wil hebben, hoe men de garage wil hebben of kantoor. En dat maakt deze woningen wel heel bijzonder. En daarnaast hebben we ook gekozen voor een hoog afwerkniveau. Dus hardhouten kozijnen, stompe deuren met mooi hangend sluitwerk, hardhouten trappen, goede post voor sanitair en tegelwerk. Dus woningen die niet uitgekleed zijn, maar die echt iets te bieden hebben. Met de moeilijke huizenmarkt van tegenwoordig is het altijd maar afwachten wat de huizen voor prijzen opbrengen. Die taxatie van je huis van een paar jaar geleden is mooi, maar het is altijd maar afwachten of je die prijs er ook daadwerkelijk voor krijgt. En je moet wel de hypotheek afbetalen van het verkoopbedrag. Nou ja, afijn, heel ingewikkeld. Dan hebben we het dus over het fenomeen rest- of restantschuld. En iemand die daar meer van af weet, is Arno. Het woord restschuld geeft denk ik wel aan wat er aan de hand is. Namelijk, als ik mijn woning ga verkopen voor een minder hoge prijs dan dat mijn financiering is, dan blijft er nog een stukje schuld over. Dat is eigenlijk simpelweg gezegd de restschuld. Het komt meer voor dan in het verleden inderdaad dat er een restschuld ontstaat. En om daar een heel praktisch voorbeeld bij te gaan geven, mag je denken aan, ik verkoop mijn woning bijvoorbeeld voor 200.000 euro en ik heb een hypotheek van 220.000 euro. Op het moment dat ik dan die 200.000 euro ga krijgen voor de verkoop van mijn woning, dan zegt de bank, ja maar wacht even, ik krijg nog steeds wel 220.000 euro. Praktisch gezien betekent dat dus dat je 20.000 euro tekort gaat komen. Nou, op het moment dat dat tekort er is, zal de bank in eerste instantie niet zijn medewerking zelfs gaan verlenen aan de verkoop, zeker het doorhalen van de hypotheek, omdat ze voordat ze dat willen gaan doen, de hele schuldpositie, de lening, terugbetaald willen hebben. Als je een nieuwe woning zou gaan kopen, dan zou er misschien een mogelijkheid zijn om daar een deel van die restantschuld in mee te gaan nemen. Al zie je ook dat door de strakkere regels die er steeds ontstaan, dat die mogelijkheden steeds minder worden. Dan kom je dus uit bij een spaarrekening. En als die spaarrekening geen 20.000 euro op zich heeft staan, dan zal je in sommige gevallen dus een krediet moeten gaan afsluiten. En dan mag je denken aan een persoonlijke lening, een doorlopend krediet. Dat zijn toch wel de meest geziene consumptieve kredieten die daar dan eventueel voor gebruikt kunnen gaan worden. Tot voor kort, zeg maar de begin van de economische crisis, was het zo dat woningen eigenlijk alleen maar meer waard werden. Als je terugkijkt in de tijd, de afgelopen 10, 15 jaar, dan zie je dat woningen heel sterk zijn gestegen in hun waarde. Dus aan de ene kant valt het aantal gevallen dat met een restantschuld blijft zitten best wel mee. Zeker als mensen hun woning 10 jaar geleden hebben gekocht en nu willen gaan verkopen. Aan de andere kant mensen die nog maar kort geleden, 2, 3 jaar geleden hun woning hebben gekocht en nu om wat voor reden dan ook maar een woning moeten gaan verkopen. Bijvoorbeeld omdat ze werk krijgen elders in het land, of dat ze ontslag krijgen. Er zijn natuurlijk heel veel redenen wat daar invloed op kan hebben dat je je woning moet gaan verkopen. Daar zie je inderdaad toch wel situaties ontstaan dat er een restantschuld overblijft na verkoop van de woning. En dat is best wel vervelend natuurlijk, want als je geen spaargeld hebt en je moet toch weer een lening aangaan voor je woning die je hebt verkocht, nou, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daar niet vrolijker van gaan worden. Nou, op het moment dat je je woning gaat verkopen, dan betekent dat natuurlijk wel dat je vaak ook al een aflossing hebt geregeld binnen je hypotheek. Nou, daar spaar je een bepaalde waarde in op. Die kan je ook weer gaan gebruiken om die eventuele restantschuld deels mee af te gaan lossen. Of misschien wel, afhankelijk van de hoogte natuurlijk, helemaal. Het kan ook zijn dat als er geen spaargeld is en er een doorlopend krediet bijvoorbeeld geregeld moet gaan worden, dat je dat bij een bank gaat doen of, net als wij dan doen bij een hypotheek, verschillende instellingen met elkaar gaan vergelijken. Dat kunnen we ook bij het aanvragen van een consumptief krediet. Dus gaan we kijken van waar kan ik tegen gunstige voorwaarden op dat moment het restant wat ik nog af moet gaan betalen richting de bank,
om de lening helemaal afgelost te krijgen, het goedkoopste lenen op dat moment.